Zometeen wordt er hier tijdens de raadsvergadering aan de raad iets bijzonders aangeboden. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Wat gaat er zometeen gebeuren? Nou, we hebben een hele bijzondere manier om in te spreken bij de gemeenteraad. En we mogen met 3 personen, elk 5 minuten in principe, het verhaal houden over klimaat. En daar gaan we de toekomststoel aanbieden. En die stoel die moet alle raadsleden in feite elke keer als ze daar vergaderen, bij elk besluit nadenken over de volgende generaties, de kinderen, de kleinkinderen. En dat gaat straks gebeuren, ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Hopelijk dat het indruk maakt. En dat dat ook uitwerkt bij elk besluit die dat genomen wordt. Belangrijk. Oké. Succes. Graag gedaan. We gaan beginnen. De toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. De stoel is een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. De Transitie Bokstel is heel blij met deze mogelijkheid om op een heel speciale wijze in te spreken. Over de toekomststoel. Een van de grootste problemen op aarde is nu, naast de verschrikkelijke oorlogen op het ogenblik, de klimaatontwrichting. Hallo allemaal. Ik zou jullie vandaag graag willen uitleggen waarom ik het zo belangrijk vind dat de toekomststoel wordt aangeboden aan het gemeentehuis van Bokstel. Er worden in de gemeente heel veel besluiten genomen, maar heel vaak gaan de besluiten over de dingen die nu actief zijn, maar niet echt heel vaak over dingen voor de toekomst. Ja, doe maar. Ja, ik vond het best wel goed gaan. Ik hoop dat iedereen meer bomen gaat planten en dat de raad ook gaat luisteren naar wat wij gezegd hebben vandaag. Yveske, je hebt zojuist de gemeenteraad van Bokstel toegesproken. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Wat heb je verteld? Ik heb ze verteld over de toekomststoel die vandaag is aangeboden aan de gemeenteraad. En ik heb ze uitgelegd waarom ik het heel erg belangrijk vind dat de stoel wordt aangeboden. Hebben ze goed geluisterd? Volgens mij wel, ja. Ja. Je kreeg een luid applaus. Ja, zeker. Maar ja, dat hoort er wel een beetje bij, denk ik. Eigenlijk zei de burgemeester, mag je niet klappen in de raadzaal. Nee, maar dat is een soort van regel. Maar vandaag was het dan een speciale dag, volgens de burgemeester. Wat hoop je dat er gebeurt met de stoel? Ik hoop dat de stoel op een plek wordt gezet waar veel mensen hem kunnen zien. Dus dat veel mensen ook de aandacht geven aan de stoel. En ik hoop dat de stoel echt nut krijgt, dat mensen ook echt meer gaan nadenken over de toekomst. En dat je goed bezig moet zijn met je kinderen en de toekomst. Ja, want wat is in het kort de bedoeling
van deze stoel? De bedoeling van de stoel is dat de mensen af en toe een keer kijken naar de stoel. En dan even dat er een soort belletje in hun hoofd gaat rinkelen van... Oh ja, ik moet nu even aan de kinderen denken dat het ook niet alleen voor nu van belang is, maar ook in de toekomst. En denkt u als die stoel er eenmaal staat, dat ze dat ook gaan doen? Nou, ik denk dat deze bijeenkomst wel enige indruk zal maken. En die stoel blijft daar staan. En ik denk dat er ook wel mensen in de raad zullen zeggen af en toe... Jongens, denken jullie nog wel even aan de stoel? Kortom, het blijft een memorabel ding in de raad. En deze stoel staat niet alleen in Boksel, maar op meerdere plaatsen? Ja, in diverse provinciehuizen al. Ik hoorde zelfs bij Shell, heb ik gehoord. Oh. Ze bieden hem ook aan, ze hebben ook aan de Tweede Kamer aangeboden. Dus het gaat nu rond. En zeker de grootouders voor het klimaat willen, zoals het hier gebeurde, ook op meer plaatsen gaan doen. Want ze vonden het, ja, een goede aanpak op deze manier.